De 37-jarige zanger Jan Smit heeft aangekondigd dat zijn tijd als voorzitter van FC Volendam ten einde komt. Dit nieuws bracht hij zelf naar buiten op X. Het vierkoppige bestuur ontving gisteravond een mail van de Raad van Commissarissen waarin het voorgenomen ontslag van het gehele bestuur werd bekendgemaakt. In zijn verklaring schrijft de Volendamse artiest: Het einde van mijn voorzitterschap bij FC Volendam is nabij. Gisteravond ontving het vierkoppige bestuur van FC Volendam een mail van de raad van commissarissen waarin het voorgenomen ontslag van het voltallige bestuur wordt aangekondigd. Jan Smit lijkt niet tevreden te zijn met dit besluit. Hij vervolgt: "Nadat eerder dit jaar mijn vriend, gedroomd vicevoorzitter en mede grondlegger van onze ambitieuze plannen, Keje Molenaar, al publiekelijk ongefundeerd door de RVC werd geëlimineerd, wordt nu het bestuur dus uit de weg geruimd." Hij geeft ook aan dat hij vrijdag 1 december zijn tienjarig jubileum als bestuurslid zou vieren, maar dat dit niet gehaald zal worden. Helaas zijn er zes mensen in de bovenste laag van onze voetbalorganisatie die er nog steeds fundamenteel anders over denken dan wij. Smit stapte tien jaar geleden in het bestuur van FC Volendam en werd uiteindelijk commercieel directeur om in 2022 de rol van voorzitter op zich te nemen. Ik volg mijn hart, maar blijf natuurlijk ook gewoon nog af en toe zingen. Zij hij bij de start van zijn bestuurscarrière. FC Volendam bevindt zich momenteel op de 18e plaats in de Eredivisie.